In het kader van het Europees kweekprogramma van de bonobo's hebben wij 5 nieuwe dieren geïntroduceerd uit Duitsland. Deze dieren moeten eigenlijk kweken met 3 van onze mannen en dan hebben ze eigenlijk genetisch belangrijke baby's gemaakt. En het kweken doen wij niet alleen, dat wordt geleid door een Europees kweekprogramma. Daarvoor zijn wij als Zoo Plankendaal eigenlijk coördinator. Binnen Plankendaal en met een team Europese dierentuinen beslissen wij eigenlijk van welke dieren met elkaar mogen kweken. Dus wij willen hun genetische diversiteit minimaal 90% houden om voor de komende 100 à 200 jaar eigenlijk een heel goede populatie te hebben. In de natuur leven bonobo's in hele grote groepen, tot soms 100 dieren. Maar ze gebruiken een systeem dat wij fission fusion noemen. Dus dat is een systeem waarin dat groepen uit elkaar gaan en op bepaalde momenten terug samenkomen. En dat systeem proberen wij dus in Plankendaal na te bootsen. En daarom is het ook belangrijk dat wij een grote groep gaan huisvesten. En aangezien ons nieuw gebouw eigenlijk heel veel verschillende compartimenten of kamers heeft, kunnen die dieren eigenlijk in de loop van de dag beslissen bij wie dan ze willen zitten. Willen ze allemaal samen zitten? Kan ook. Willen ze zich een beetje apart houden van de groep? Dat gaat allemaal perfect. Ja, we hebben dus ook 2 vrouwen laten komen, geen 2 mannen, omdat het in de natuur ook zo is dat de vrouwen wegtrekken van hun geboortegroep. De mannelijke bonobo's, die blijven eigenlijk in hun geboortegroep bij hun moeder, heel hun leven lang normaal gezien. En het zijn de jonge vrouwen die wegtrekken uit de groep. Meestal zijn die rond de leeftijd van 8 of 9 jaar in de natuur als die vertrekken. En ook dat proberen wij ook in dierentuinen, ze niet vroeger weg te trekken uit hun geboortegroep. Omdat ze natuurlijk heel veel moeten leren nog, die jonge vrouwen. En het is ook heel belangrijk dat ze andere dieren zien geboren worden in een groep. En daaruit kunnen ze dan later, als ze zelf een jong hebben, kunnen ze die info gebruiken van hoe kan ik mijn jong grootbrengen. Dus wij proberen echt wel dat die volledig klaar zijn om naar een groep te vertrekken en dat die alle fases van het leven ook al een keer gezien hebben bij een ander dier.